geleerd vandaag dat, en dat wist ik niet, dat Vlaanderen in pole position zit wat betreft chemie. Dus dat we toch wel, dat de chemiesector mee het welzijn in Vlaanderen bevordert en ondersteunt. Ik heb ook onthouden dat de chemie mee zijn schouders zet en mee participeert in alles rond transitie en duurzaamheid. Dus dat dat niet een oppositie is, maar dat die eigenlijk zeggen, ja, wij gaan daarmee akkoord en wij zijn daar volop mee bezig. En daar getuigden ook die twee mannen van Vito voor, dus die twee wetenschappers. Dus dat was heel boeiend om te horen. En wat ik vooral onthouden heb op het laatste in het debat is rond de werkstelling. Dat er eigenlijk de opportuniteiten voor chemie ligt vooral in start-ups, KMO's. Ze zoeken eigenlijk KMO's, start-ups, dat was ook de bedoeling van dit debat. En de tewerkstelling zou niet in grote getalen groeien, maar zou vooral te vinden zijn als er initiatieven komen bij start-ups.